veilig fietsen. Lukt dat allemaal wel in Mechelen zoals ze beloven? Wel, dat gaan we vandaag eens proberen op deze fietstocht. Ik vertrek aan de tangent en we gaan nog twee nieuwe fietspaden ontdekken. Dat is de Kollemalaan en dan gaan we ook eens de Abeelstraat proberen. Dus we passeren het station en heel wat andere prachtige dingen ga je onderweg zien. Ik zou zeggen, blijf zeker kijken, want ik kom uiteraard later in deze video nog terug. Een fietsboulevard, hoe komen ze erop? Het is gewoon een groot fietspad, een breed fietspad, 4 meter breedte en 400 meter lang. Wil toch wel lukken. Maar echt de moeite waard, een heel goede verbinding. Voordat de fietsboulevard hier lag, was het eigenlijk een gewone autoweg. Dat is volledig de knipper ingelegd en voorbehouden aan de fietsers nu. Maar wil je daar meer over weten? Ik heb een paar toffe mensen uit Mechelen hier bij mij staan. Dat is onder meer de burgemeester Alexander van der Smissen en ook mensen van de Fietsersbond. En die gaan u uitleggen wat het eigenlijk is hier. We hebben hier nog niet zo lang geleden de Kollemabrug verkeersvrij gemaakt. Wat natuurlijk al een enorme impact had op het fietsverkeer en dan natuurlijk de fietsverbinding achter het station ook heel belangrijk. Maar dit was natuurlijk nog een ontbrekende schakel tussen de Jubelaan en hier de Kollemabrug. Het fietspad is nu geopend, het is een schitterend, zeer breed fietspad, volledig conflictvrij. We blijven verder bouwen, ik denk dat we bijna bij wijze van spreken elke maand een nieuwe fietsinfrastructuur openen. Er wordt enorm veel gewerkt en als je dan iets kan opendoen is dat eens zo positief, want dan kan je ook de vruchten plukken en dat is denk ik toch het belangrijkste. Dus we zijn heel blij met de opening vandaag. Het is een missing link tussen het station en de fietsenstraden naar Zemst, dus dat is goed dat die er nu ligt. Het is afgescheiden van autoverkeer, dus het is veilig, het is breed genoeg. En heel belangrijk, er is een apart voetpad, wat dat je nog niet veel ziet in Mechelen, waar we eigenlijk al heel lang naar vragen. Dus op dat vlak is het perfect. Het enige wat nog zou mogen is dat het in asfalt wordt uitgevoerd, zoals dat ook voor auto's wordt gedaan, en dat er een duidelijke beleiding is, zodat dat duidelijker een fietsweg is. Het gaat de goede richting uit, dat moeten we wel zeggen. Onze maatstaf zijn onder andere de fietswegen en fietspaden in Nederland. En als je dat vergelijkt met hoe dat er in Mechelen nu nog bij ligt, dan hebben we nog wel wat stapjes te zetten. Kollemalaan, ik weet niet of men zich dat nog goed herinnert, hè, maar zo'n vrij brede weg, die is eigenlijk helemaal verdwenen. En eigenlijk binnen de 3 maanden hebben we hier een fantastisch fietspad. Hè. En ook een voetpad hiernaast. En is ook een gracht gemaakt voor de waterinsijpeling enzovoort. Maar dus dat maakt dat we eigenlijk hier wel een ongelooflijke doorgang gecreëerd hebben nu voor alle fietsers die komen van het zuiden van Mechelen en die naar het noorden van Mechelen gaat. Eigenlijk is nu heel de fietsinfrastructuur langs de tangent klaar aan deze kant. En is het eigenlijk zalig en conflictvrij fietsen mogelijk hier. Ja. Dus links van mij komt eigenlijk op termijn een Kollemapark. Er moeten nog wel een aantal bruggen gemaakt worden over de vaart. De openbaar vervoerbrug en er zijn ook restauraties bezig aan de vierendeelbruggen van de spoorwegen. Dus dat moet nog gebeuren, daarom blijft die werfzone nog eventjes behouden. Maar er komen nu 15 bomen extra al zo snel mogelijk en ook de aanplant, maar dat is in het plantseizoen dat we dit gaan aanbrengen. En dan kunnen we eigenlijk ook, denk ik, 2027 ook beginnen aan het park, het Kollemapark.
heel wat keren en draaien hier op deze fietssnelweg Mechelen-Antwerpen. Hier rechts van mij, dat is de baan die loopt naar de tangent. Dat betekent dat we daar de Leuvense vaart onderdoor gaan. En uiteraard, het spreekt voor zich, dat is de richting Leuven en Neckerspoel. Daar zijn ze nog aan werken bezig, dus dat gaan we later nog eens in beeld brengen, die tangenttunnel. We gaan terug wat verder bollen. Dat zijn toestanden als je lang nergens niet meer geweest bent in deze kant van de stad. En ik ben nog altijd op zoek naar de nieuwe fietsweg hier aan de Abeilstraat. Hier totaal veranderd. Dus we gaan nog even op zoek gaan naar een nieuw stuk fietsweg en dan rijden we terug richting centrum Mechelen. We staan hier op het nieuwe stuk van de F1, dat is de fietssnelweg, maar dan richting Brussel. Hier is richting Brussel en daar is richting Mechelen. Dat is de Missing Link, noemen ze dat. En dat wordt de volgende jaren afgewerkt, uiteraard. En we gaan nu terug richting Mechelen rijden. Prachtig stuk trouwens. Dit stuk is 1 kilometer lang dat we nu gedaan hebben, dat nieuwe stuk. En het is ongeveer 4 meter breed, dus plaats genoeg. Om naast elkaar te rijden.